Louis, je hebt ons net door het proces geleid voor de keuzes. Klopt dat dat, als ik zeg van, dat het geen consequente keuzes zijn geweest, klopt dat dan? Ja, dat heb ik al gelezen in jouw blad. Dus als jij dat niet consequent vindt, dan moet jij dat... Maar vind jij voor jezelf dat jij consequente keuzes hebt gemaakt? Ja, natuurlijk, Valentijn. Natuurlijk. We hebben het iedere week nog uitgelegd ook aan de spelers waar we mee te maken hebben gehad. Dus hoe kan je zeggen dat het niet consequent is? Nou, alleen vorm is niet consequent. Maar vorm? Vorm is niet consequent. Nee, vorm, loyaliteit leveren is niet consequent, lijkt mij. Met Silasse bijvoorbeeld. Ja, dat is ook consequent. Dat vind je wel consequent? Ja. Hij heeft geleverd en dan zit hij niet. Nee, hij heeft niet geleverd. Bij zijn club heeft hij niet geleverd. Maar bij jou heeft hij altijd geleverd. En je bent altijd nogal loyaal naar je spelers toe. Ja. Ja. Dus weinig consequent misschien? Nee, dat is niet weinig consequent. Want er zijn nog veel meer afwegingen die jij niet weet, die wij wel maken. Alleen jij denkt dat je alles weet. Maar dat is de grootste fout. Jouw valkuil. Ja. Nou, dat is prima. Maar gebeuren met dat vrouwtje, speelt dat dan ook een rol? Daar ga ik niet op in. Daar ga ik dus niet op in. Want ik ga mijn spelers niet afvallen. Ik ga niet iets zeggen waardoor de druk daar weer op komt te leggen. Nee, maar hij is er niet bij. Ja, dat doet er toch niet toe? Hij krijgt dan toch die druk wat ik ga zeggen daarover? Dat wil ik niet. Ik steun hem alleen. In de vergelijking met de drie andere keepers valt hij nu buiten de boot. En in 2014 was hij in de boot. En dat was ook ongelooflijk. Toen. Alleen hij heeft wel geleverd. Goede keus was dat. Maar niet tegen een penalty. Nee. Ja. Nee, maar daar heb je een penalty killer voor. Maar... buiten beschouwing gelaten. Je wil altijd graag spelers in de ogen zien. Hè? Weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Zeker als je 5 weken weggaat. Nou hou je toch 2 jongens erbij waarvan je dat eigenlijk niet weet. Hoe groot gevaar is dat? Nou, geen gevaar. Omdat ik natuurlijk mijn oor te luisteren leg met trainers die met ze gewerkt hebben. Zo gaat dat. En... wij hebben in mijn ogen een hele goede trainer bij Jong Oranje. En die heeft deze spelers ook allemaal uitgenodigd. Dus die kent ze goed. En in die vergadering, die wij hebben op iedere maandag... dan vraag ik ook meestal aan Erwin van der Looy... wat zijn gedachte is bij een speler. Omdat hij ze veel vaker heeft meegemaakt dan ik. Ja, zo gaat dat. Het systeem is inmiddels bekend, hè, wat je wil spelen. Je hebt eerder gezegd van, misschien ga ik ook terug naar 4-3-3 om de meubels te redden. Zoals ook in 2014 vaak is gebeurd. Welke spelers zijn daarvoor? Welke spelers zijn daarvoor? Ja, dat ga ik mijn spelers nog vertellen. Ik denk dat de meesten dat al weten. Maar dat ga ik niet aan jou vertellen. Maar je kan toch aangeven welke spelers je als buitenspeler ziet? Nee, want dan leg ik druk op die spelers en dat doe ik niet. Want als zij dan niet de vorm vertonen op de training... en ik kies voor een ander... dan zijn de poppen aan het dansen. En dat wil ik allemaal niet. Maar het is toch wat Willem zegt... druk in topvoetbal is toch de normaalste zaak van de wereld. Ik hoor je nu al 10 keer zeggen... dan leg ik er druk op. Ja. Dat hoort er toch bij? De druk van de bondscoach is al erg genoeg. Ja, maar wij meer dan jij druk op kan leggen, Valentijn. Het zal je niet deugd doen dat ik dit zeg, maar ik denk dat het zo werkt. Ik zie trouwens nog één vraag. Bij Ajax valt intern regelmatig je naam als commissaris. Ben je daarvoor benaderd of sta je daarvoor open? Ook al zou ik ervoor benaderd zijn, dan ga ik het jou nog niet zeggen. Omdat dat ook weer druk geeft voor het Ajax-bestuur enzovoorts. En voor mezelf. Voor jezelf? Ja, ook. Oké. Okay. Maar zou je ervoor openstaan? Ik kan er tegen. Zou je ervoor openstaan? Nee. Dat is duidelijk.
En weet je waarom? Dat wil ik je ook wel uitleggen. Graag. Omdat over het algemeen... Ik ben ook een keer technisch directeur geweest bij Ajax. Misschien herinner je dat. Ja. Ik denk dat ik dan verantwoordelijk ben voor het technisch beleid. En dat werd niet geapprecieerd. Toen. Dus ik heb voor mezelf ik ben al meerdere malen gevraagd om commissaris te worden van een club. Ik zal maar niet de KNVB zeggen, maar een club. En ik ben niet een figuur die adviezen geeft en dat dan de rest van die raad zegt... Nee, dat is geen goed advies. Maar het is toezichthouder, is het? Ja, nou, toezichthouder, ja. Hier. Maar in die tijd dat ik nog commissaris was of technisch directeur was... dan denk je toch niet dat iemand die zoveel ervaring heeft... dat advies, wat dan steekhoudend is, in de wind wordt geslagen. Daar ben ik geen figuur voor. Dat kan ik niet tegen. Een streep erin zetten. Ja, dus voortaan geen club hoeft mij te vragen om commissaris te worden. Dat heb je nou bewerkstelligd. Ja, dat doe je zelf. Nee, ik geef antwoord op jouw vraag. Ja, nou, nu is het tenminste voor de hele wereld duidelijk dat je niet meer hoeft te bellen. Ik ben ook niet bij de UEFA en de FIFA, hè. Dat is ook al een teken.